Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat Defensie de metingen heeft verricht. De uitkomsten daarvan positief zijn. Dat betekent dat wij geen uitslagen op de meters hebben gehad. Wat dus betekent dat we hebben stoffen aangetroffen, zoals ook vermeld was in de brief, maar dat het allemaal niet lekt en dat het allemaal nog dicht zit. Dat is redelijk veilig. De situatie is op dit moment stabiel. Ja. Er is geen sprake van lekkage. Wat gaat u nu doen? Momenteel is het team van het landelijk team forensische opsporing binnen om haar forensisch onderzoek uit te voeren. Hier zijn ze nog circa een anderhalf uur mee bezig om dat te onderzoeken, hun procedures te doorlopen en eventueel de stoffen in te pakken. Wordt dat dan vannacht nog ingepakt? Het forensisch team is momenteel bezig haar onderzoek te doen en zij zullen de procedure dusdanig uitvoeren dat ze het zullen inpakken. En of dat vanavond is of vannacht of morgenochtend, dat is afhankelijk hoe hun onderzoek vordert. Kunt u ook iets vertellen welke stof u heeft aangetroffen? Nou, daarover is bij mij niks bekend. Mijn collega is dat aan het navragen en zodra daar meer over bekend is, kom ik bij u terug. Dus u weet ook niet of het mosterdgas hier gevonden is? Zoals gezegd, daar doet mijn collega navraag naar.